Kijk, dit gaat over 8 jaar bij mij en heel veel dingen meegemaakt natuurlijk. Bij de voetbal heb je hoogtepunten en dieptepunten. En ja, daarom zeg ik dat de laatste wedstrijd ja, wil ik sowieso als winnend van het veld verlaten. Ja, en daarna, kijk, de leven gaat door, de voetbal gaat door en ja, we zullen zien. Je krijgt een heel mooi afscheid van de supporters zondag. Dat doet jou veel, hè? Ja, tuurlijk, dat weet je. Dan besef je ook dat het heel speciaal. Kijk, NEC is de club waar ik mijn 8 jaar lang, eigenlijk mijn lange periode in mijn carrière gespeeld. Dus dat is sowieso heel apart, zeker deze tijden. Dus ja, het wordt zeker een hele mooie dag zondag, ja. Ja, een beetje emotioneel ook voor jou? Dat zullen we zien. Dat denk ik, ja, tuurlijk. Is logisch toch. Hoogtepunt natuurlijk in jouw periode, dat seizoen waarin jullie die enorme wederopstanding hadden, fantastisch voetbal en dan daarna het Europese avontuur, hè, met al die schitterende trips waar jullie ook gewoon heel goed voetbalden. Ook, maar er was toch ook een paar bij hoor. Wij moeten niet te lang verder in het verleden gaan, maar voor mij was bijvoorbeeld de uitwedstrijd tegen Vitesse, wat mijn 500ste wedstrijd was en de 0 gehouden en 0 gewonnen, ja, dat was eigenlijk de mooiste van de mooiste toch? Ja, daar heb je historie mee geschreven. Ja, daarom. En natuurlijk, kijk, we hebben heel vaak gezegd over de 2008, over dat jaar. Maar dat was mooi, heel mooi. Maar de speciaalste en de mooiste overwinning is toch de Witte Zijde.